Het oudste en tweede grootste ziekenhuis van Suriname, het Ceylons Hospitaal, herdenkt vandaag haar 340ste jaardag. In verband hiermee heeft de opening plaatsgehad van kamer 7 van de afdeling interne geneeskunde. Ook heeft de openstelling van de gerenoveerde ruimte van de röntgenafdeling plaatsgevonden en in gebruikname van de apparatuur voor de röntgen- en cardiologie-klassekamers. Met de opening van deze ruimtes laat de realiteit van vandaag ons zien dat het Ceylons Hospitaal er nog staat, zegt Sunita Nanampande, medisch directeur van het ziekenhuis. Volgens internist Bernardo Panka staat het staf en personeel van het ziekenhuis altijd klaar voor de patiënt die kiest voor de hoogwaardige medische zorg van het ziekenhuis. Trots en vastbesloten om het doel waarvoor we hier zijn uit te voeren. Namelijk het verlenen van goede en kwalitatieve zorg aan onze doelgroep, de patiënten. Zij hebben ons vooral de afgelopen jaren gesterkt in het geloof dat wij daadwerkelijk bijdragen in een behoefte en dat ons recht van bestaan legitiem is. Overal waar ik ga, hoor ik positieve geluiden en dat wil ik vandaag zeker wel delen met u allen. We weten niet wat de toekomst brengt, maar dit is de realiteit van vandaag. In het kader van betere dienstverlening is het uiteraard van belang dat je ook meegaat met de tijd. Ook meedoet aan innovatie. Daarom is het heel van groot belang dat ook onze röntgen vernieuwd is. Ook onze klassenkamer vernieuwd worden. En ook de afdeling. En uiteraard ook de afdeling cardiologie. Hartelijk dank aan het bedrijfsleven die ondanks moeilijke tijden toch bereid is om een bijdrage hieraan te leveren. Namens de medische staf, namens directiepersoneel, als ik zo brutaal mag zijn. Aan u allen hartelijk dank. Rick Kromedy Harjo, directeur van het Stichting Staatsziekenfonds, geeft aan dat het SZF open staat voor dialoog met het oudste ziekenhuis. Zo kan het fonds weten wat Ceylons het hardst nodig heeft en momenteel geen sponsoren voor kan vinden. U hoort ook de algemeen directeur Dayasankar Matura, die blij is met het voorstel van de SZF-directeur om een partnership aan te gaan met het ziekenhuis. Ik ben bereid om met u na te gaan. Niet in termen van sponsors, maar in termen van partnership. Niet in termen van een sponsor, maar in termen van een partnership met u. Dit wat u opgeeft als meest belangrijk, meest urgent, om het tot ontwikkeling te brengen, maar ook om het te realiseren. Dus dat is mijn cadeau naar u toe. Ik bied u de gelegenheid, treed met ons in dialoog, zodat wij met u in partnership. En maar ook datgene wat ik heb gesteld in mijn speech. Mogelijk kan maken, kan realiseren, kan materialiseren naar u toe. Als geschenk nogmaals naar die samenleving voor wie wij beiden werken. Hoe we geldstromen misschien kunnen kanaliseren, dan wel anderszins faciliteiten beschikbaar kunnen stellen om hier de broodnodige investeringen te kunnen plegen. Ik zal straks daarover meer zeggen. We hebben ook gezegd dat grote kapitaalinjecties in dit ziekenhuis alleen mogelijk zijn als wij het moeten hebben van donoren, internationaal, lokaal, maar ook partnerships en ook onze eigen inventiviteit. Want wat we vandaag hebben bereikt is ook grotendeels te danken aan ons improvisatievermogen. Kan je zeggen, we hebben elk kwartje die we konden uitzetten voor de projecten hebben we echt letterlijk aan de kant gezet. Dat was Dayasankar Matura, algemeen directeur Ceylons Hospitaal. En daarvoor Rick Kromedy Harjo, directeur van de Stichting Staatsziekenfonds. Ze spraken vanmorgen bij de herdenking van 340 jaar Ceylons Hospitaal. Dit hospitaal is het oudste en tweede grootste ziekenhuis in Suriname.